Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Videocorner VHS Review. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En afgelopen vrijdag hebben jullie gestemd. En de winnaar is geworden Amsterdam. Een film van Dick Maas. Met in de hoofdrol Huub Stapel. En een x-aantal andere flodderleden. Of ja, flodderacteurs. Ja, ja, ja. Waaronder andere mevrouw Neuteboom. Mevrouw Neuteboom. Shaki. Shaki ook, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en... We hebben hem gekeken. We gaan hem nu bespreken. Yes. Dus laten we beginnen. Ja jongens, Amsterdam. First impression? Of zal ik eerst beginnen met de uitleg van een film? Ja, doe dat maar eerst. Ja. 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 Dat is wel beter. Nou, voor de luisteraars. Amsterdam is een klassieketje uit 1998, zoals ik al zei, van Dick Maas. Een vrij legendarische regisseur uit Nederland. Ja, en deze film is een horror thriller... Waarbij er een duiker is en die vermoordt mensen in de nacht. En Huub Stapel, die als agent Erik, de dader probeert op te pakken. En het is eigenlijk een horror misdaad thriller. Thriller. Maar ik wil de label Murder Mystery ook nog eens aan koppelen. Ja, man. Want dit is toch echt wel een murder mystery. Jongens, wat hadden jullie vooraf verwacht? Laat ik daarmee beginnen eerst. Ik had wel... omdat die Amsterdam te heten, weet je wel, in het begin ook, je ziet beelden dat iemand omhoog komt, een sneaky meekijkt, dat is meer van, je denkt er zit een monster in de meer, in de kanalen, weet je wel. Ja. Ik dacht echt, het gaat om een monster in het begin, maar daar ben je heel snel doorheen. Kende je Dick Maas en Dick Maas films hiervoorheen ook al? Ja, Dick Maas films ken ik wel. Ja. Hij heeft The Lift, is ook een hele goede film. Hij heeft de Flodder. Oh, Flodder in Amerika, Ik dacht even, die is die misschien vergeten. Dat zijn hele grote alle films. Alle Flodder hier. We hebben hier Flodder. Dat is allemaal? Alle drie? Ja. Flodder in Amerika is dan Flodder 2. Ja, hebben we ook Flodder 3? Ja, ook. Ja. Oh ja. Misschien pak ik die hierna wel. En hij heeft in nog een heel bekende film, is die niet de regisseur, maar hij heeft meegedaan met Abel. Ik weet niet... Dat hadden we misschien even moeten opzoeken. Ja, hij heeft niet geregisseerd volgens mij. Nee, hij heeft niet geregisseerd, hij is producent. Ja. En hij heeft Sint. Dat wou ik net zeggen, hij is van Sint. Ja, die is ook internationaal gegaan. Die was internationaal gegaan en die was vrij... Ja, kan ik me nog heel vaag herinneren. Was een beetje een dingetje over. Kinderfeest, kinderfilm, maar toch wel te eng. Maar horror, toch? Ja, horror. De horror, horror was het. Ja, maar hij heeft ook 3 jaar terug of zo, De Prooi. Die heb ik niet gezien. Met die leeuw die ontsnapt uit de dierentuin in Amsterdam. Nee, die ken ik niet. Maar jij, wat had jij vooraf verwacht? Want ik weet dat jij wel... want we hebben laatst hier nog met z'n tweeën vlodder gekeken. Ja. Nee, maar ik heb deze film al wel eerder gezien. Dat wel. Ja. Dus wat ik had verwacht, weet je wat het is? Deze film is gewoon echt, voor mij doen, een van de beste Nederlandse films. Zeg maar. Jawel, man. En Dick Maas boort ook wel een van de beste, niet de beste, maar een van de beste regisseurs van Nederland. En ook het niveau qua story, qua gewoon de acteerwerk. Dit is niet Nederlands of zo. Dit is inderdaad gek. Nog heel kort. Ja, vooraf, als je kijkt naar het cover art van de film, dan is het... weet je al dat dit goed gaat zijn. Waar jij het over had. Ja, daarvoor op door te gaan. Wat hebben we allemaal gezien? Want er waren sommige stukken waarvan je denkt van... dit is geen Nederlandse productie. Nee, dat klopt. Voor mij doen, het begin was al gewoon mooi. En dat hield me gewoon vast vanwege die point of view van de moordenaar. Ja. Je weet niet wie het is. Je weet niet wat er gebeurt. Als je voor het eerst opent inderdaad, dan weet je niet wat er gebeurt. En dan, houd je toch wel de Amsterdamse grachten. Ja. Precies, en dat houd je wel de hele tijd wel in spanning van wie is het eigenlijk? Ja. Weet je wel, want je kijkt alleen maar door zijn ogen. En dat is wel goed gedaan.
Nee, maar ik bedoel ook meer van, je weet niet wat hij gaat doen. Je ziet alleen maar shots en dingen. Ja, en dan zie je de eerste Chinese restaurant waarbij een mes verdwijnt. Ja. En daarmee begint het inderdaad. Ja. En daarna zien we mevrouw Neutenboom. Maar kunnen we wel zeggen dat Dick Maas een beetje de Martin Scorsese van Nederland is? Hij gebruikt veel dezelfde acteurs. Je ziet heel vaak gewoon dezelfde acteurs die erin terug. Maar nu ook weer, want recent hadden we gelezen dat Dick Maas en Huub Stapel... we weten op dit moment niet in hoeverre ze zijn, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar een x-aantal maanden geleden hadden ze wel verkondigd van... ja, we zijn in gesprek over Amsterdam 2. Klopt, maar dit is niet de eerste keer. Nee, dat klopt. Is dat zo? Zou ik je wat vertellen? Nou, vertel maar. Dan ga ik even achteruit zitten. Volgens mij hebben we nou hetzelfde. Nee, maar begin jaren 90 overwogen Dick Maas om vervolg te maken. Kort zeg maar na de film. En dan wou hij over Rotterdam een film maken. En dan was het Rotterdam. Yeah. Of Rotterdam, kan nog steeds. Maar ja, daarna heeft hij ook geprobeerd om een tv-serie op basis van Amsterdam van de grond te krijgen. Hij had het aangeboden bij Duitse omroepen. Maar qua financiering was dat niet echt. Kwam dat niet rond. Ja. Ik weet niet of dat een succes zou zijn om een serie van Amsterdam te maken. Ja, het zou misschien kunnen. Ja. Hij had het ook aangeboden aan Netflix, maar daar had hij niks van gehoord. En toen dacht hij, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ga een boek maken. Hij heeft een roman gemaakt. Klopt, dat heet De Naakte Getuige en die is in 2021 uitgekomen. Ja. Hij heeft twee boeken, toch? Maar even, heeft hij de Netflix Amerika gemaild misschien? Dat ze Nederlands hebben gemaild misschien en dat ze niet hebben gereageerd? Misschien heeft hij de verkeerde e-mailadres. Misschien dat ze... Netflix met dubbel X of zo. Ik heb aan toevoegen, je hebt het nou over Amerika. Maar in Amerika is de film, hebben ze hem... wat is het? Ze zijn daar aan de gang gegaan. Ze hebben de hele film hebben ze opnieuw... Ja, niet opnieuw geschoten, maar gewoon... Ze hebben een Blu-ray hebben ze hem uitgebracht. Mm. En er is een nieuwe interview met Huub. En met de stuntman van Huub. Mm. Okay. Dat was in 2020, 2021 volgens mij, nadat hij die boek heeft geschreven. Ja. Maar dat is dus in Amerika. Oh. Nee, maar even aanhakend, want je zei van dat we net dat we recent hebben gehoord dat Huub Stapel had gezegd dat hij met Dick Maas in gesprek was. Ja. Dat was een artikel in de Telegraaf van juli 2023. En hij heeft wel een paar dingen verklapt eigenlijk. Oh ja, één dingetje, dat Erik Visser, de agent... Dat hij dan veel ouder zou zijn in de film. Normaal, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar er zullen ook een aantal flashbacks zijn... waarbij ze dezelfde techniek gaan gebruiken als Indiana Jones. Oh ja, die aging techniek snap inderdaad. Snap je? Ja. Dus dat gaan ze wel doen. Dat heeft hij wel verklapt. Ik had ook toen gekeken naar... dat schiet me in één keer binnen. Naar die ene episode van die YouTube-gasten met David Lowry op de bank. Mm. En daar hadden ze ook voor een film hadden ze ook de-aging gebruikt. Maar hadden ze de-aging op een heel andere manier gebruikt. Hadden ze dus gewoon een A4'tje met een oud gezicht van een acteur uitgeprint over het gezicht van een acteur houden. En dan achter zo'n dingen zo mee bewegen terwijl die vuilt. Dus dat die aging op die manier. Ja. Nee, maar hij zit sowieso nooit stil. Want hij heeft toch ook dingen gehad recent nog. Dat hij zei van, ik wil Flodder de musical. Maar hij is ook al jarenlang bezig geweest om Flodder weer terug te krijgen op tv. Dat ging ook niet door. Ja, daar heb ik laatst ook wat van gehoord. Maar is het niet zo dat het nu gewoon veel moeizamer gaat? Omdat, want eerder bracht hij alles uit als first floor dingen, features. Ja, waar loopt hij altijd tegenaan dan eigenlijk? Dat kon hij waarschijnlijk gewoon zelf financieren. Alleen dat is in 2004 failliet gegaan. En al die rechten zijn hier en daar gevallen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Die ligt bij RTL, die ligt daar, die ligt daar. Ja. Alleen nu moet hij dus bij heel veel deuren aankloppen, denk ik. Om zijn eigen films te laten maken. Ja. Maar ja, misschien hebben die dingen daar geen vertrouwen in... omdat het wat te uitgebreid is voor Netflix misschien. Doen en noem het maar op. Maar misschien is ook dat tegenwoordig de films die hij wilt maken ook duurder zijn. Dus hij heeft er misschien ook grotere budget voor nodig. Ja, dit was best wel dingen. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de boatchase scene... Ja. Door de Amsterdamse grachten worden gewoon speedboats ingezet. Ja. Wat wel echt een dingen is, Dick Maas dingetje is, maar dat is ook misschien van die tijd. Mm. Bijvoorbeeld gevaarlijke gebeurtenissen, dan doet hij die band doet hij dan een soort van sneller afspelen. Oh ja. Met dat boot die even over de rand heen ging, weet je wel. Ja. En dan zie je hem in een keer zo'n fast pace, zo brrrt, is dat doorgespoeld en dan gaat hij weer terug het water in. Maar dat gebeurde ook bij Flodder heel vaak. Dat hij dan met die auto bijvoorbeeld in Flodder 2 of 1 of zo, rijden ze door die havens en dan
Komt er zo'n gevaarlijk stukje of zo, dat er zo'n container op afkomt. En dan zie je een soort van fast forward. Hè? Dan speelt hij dat bandje sneller af. Ja. Waarschijnlijk doen ze dat dan gewoon langzamer opnemen. Ja, ze nemen dat natuurlijk zorgvuldig op. En dan spoel je dat door alsof het een normale snelheid is. Klopt, maar ja, dat was toen dat trucje. Maar ook motor- en politie-scène gewoon over de bruggen van Amsterdam. Gewoon vol vaart. Inderdaad. Ja, hey, maar we gaan nu best wel afwijken. We gaan vooral wat dingen hebben. Maar de film zelf, jongens. Ik vond het zelf vrij genius om een moordenaar als duiker te hebben. Want bedenk maar eens. Hoe pak je een duiker aan in de nacht? Ja, maar je laat toch een sporen achter. Ja, klopt. Maar dat is gewoon echt speciaal gekozen. Amsterdam grachten duiken. Weet je, dat is gewoon... Ja, vrij genius. Ja, genius eigenlijk. Zeker. Ja, en ik had het ook over tussen... ik vond het eigenlijk niet zo per se horror. Mm. Ik had wel... Oh ja, fuck it. Hey, was ik 538 aan het luisteren op werk. Was het 538? Maar dan gingen ze muziekfilmpjes of zo. Of muziek van films en zo. Mm. En er was ook zo'n gast die zei van... die en die nummer van een film Amsterdam. Ja, dat was per toeval dat wij dan nu ook gewoon toevallig Amsterdam gaan spreken. Maar hij zei vroeger heb ik die film nooit gekeken. Omdat die, dat was een horror, was vrij eng. Mm. We hebben nu al meerdere malen gezien, topfilm. Maar ik vind hem niet echt in de categorie eng. Ik vind het meer thrilling. Ja, maar misschien was het voor die tijd eng, hè? Dat zou kunnen. Maar ik vind het ook. Als je naar die horrorfilms kijkt van die tijd, dan denk ik ook van ja. Vergeleken met nu kun je dat niet vergelijken. Weet je, wij zijn nu wel best wel gevoed met allerlei horror. Ja, thriller, wat we hebben gezien, dat we nergens meer van opkijken. Misschien is dat het, hè? Nee, maar als je ook kijkt naar gewoon Dawn of the Dead, The Evil Dead en zo, dat vind ik meer horror dan dingen. Dit vind ik meer thrilling. En Murder Mystery, waar ik het al over had. Want we zijn gedurende de film zijn we altijd op zoek naar wie de moordenaar is. Ja, maar actie kun je ook wel labelen. Vind ik. Ook. Ja, man, heel veel actiescènes eigenlijk. Ja, nee, maar je kan meerdere genre labels aan. Maar horror vond ik het niet echt per se. Maar als je ook gaat kijken naar de rest. Maar misschien voor Nederlandse begrippen van toen is het horror. Ja, precies. Jongens. Moeten we niet zulke nog meer films van dit kaliber krijgen tegenwoordig een keer? Ik ben een beetje klaar mee met die Nederlandse films. Dat ze best wel laag in niveau zijn. En... Maar ik denk dat het toen ook een ding was van... bioscoop was echt een ding. Ja, oké. Nu heb je allemaal streaming services. En Nederland is niet het land van heel veel naar de bioscoop of films kijken. Kijk, de filmliefhebbers die zitten ertussen. Ja. En die gaan wel naar de bios. Maar als je zo'n film met zo'n budget weer... Als je dit nu wilt maken, dat is vrij prijzig, denk ik. Ja. En ik ben bang dat je misschien dat geld er niet uit gaat halen. Tenzij je naar buitenland gaat. En dan is de vraag wat in het buitenland bekeken. Ja. Er zijn grote risico's wat je neemt voor Nederlandse begrippen. Ja. Maar deze film die heeft 7 miljoen gulden gekost, toch? 7 miljoen gulden. Maar 2,3 miljoen euro is het in totaal. Als je het gaat omrekenen, is het vrij voordelig. Maar als je dan gewoon nog kijkt naar de inflatie. Maar als je met deze tijd wilt gaan doen, dan ben je wel wat meer kwijt. Ben je wat meer kwijt, inderdaad. Ja. Ja, en tegenwoordig zijn ze misschien wat dingen... vroeger deed je het gewoon een soort van in films. En nu zijn ze tegenwoordig naar de ene... Ja, uiteraard ook. Hè? Het is, het kost een mensenleven. Maar bijvoorbeeld na het incident van dingen zijn ze nog zorgvuldig geworden. En dan zoveel jaar geleden is dit gebeurd. En dan zijn ze nog wat zorgvuldig. Maar bijvoorbeeld, in welke film was dat nou? In Kill Bill volgens mij. Met wie was dat nou in de hoofdrol? De vrouw van Kill Bill, dus The Bride, weet je wel? Tarantino, die heeft daar gewoon zo op een auto neergezet... dat ze schijnbaar haar rug kapot had of zoiets. En dat ze nu nog steeds gewoon last van heeft. Ja. Maar toen deed je dat gewoon of zo. En nu is het heel erg zorgvuldig. Maar als je dan ook over de grachten van Amsterdam gaat scheuren met de speedboot... Ja, gaat Femke Halsema jou nog een vergunning geven? Ja. Maar ik had ook Huub die heeft er ook een blessure aan overgehouden. Die heeft er een hernia aan overgehouden. Ook nog klapper. Betere tijden, man. ook nog op die speedboat scène, Ja, maar zoals je zegt, vroeger... ik wil dit en dit uitwerken, dit lijkt me vet. Dat doe je, het klaar. Ja, maar nu moet je met zoveel dingen rekening houden of zo, op een of andere manier. Ja. En dat is een beetje... Hey, ik had nog een ander leuk dingetje. We zien in de film zien we ook Hans Dagelet. Wie? En ik moet even zorgvuldig zijn, want ik ben bang dat ik misschien spoil. Maar ik hou het gewoon bij zijn naam. Ja, Hans. Dagelet of zo. Ik weet nooit hoe je zijn naam moet uitspreken. Hans Dagelet. Dagelet. Maar zijn dochter is ook actrice. Charlie Chen Dagelet. En we zien haar ook in Mokro Mafia. Oh. En daar is ze dus de ex van Romano. En
daar gaat ze, ja, uiteraard neemt ze dan wraak op Romano en benadert ze de vader. En de vader is Hans Dagelet. En die speelt dan ook in Mokromafia. En die vader die heeft dan connecties in de onderwereld. En die linkt haar dan aan verschillende klanten of contacten. Noem het maar op. Maar dat had ik toen al gelezen. Maar ik vond het vrij leuk dat we hem nu in dingen Amsterdam ook weer zien. Dat ik dacht van, ja jongens, ik ga hem even nog een keertje aanhalen. Dus, dus daarbij een feitje. Leuk feitje, zeker. Wat hebben we nog meer gezien, jongens? Mag ik nog iets zeggen wat slecht was? Natuurlijk? Nee. Nou, kom op. Nee, ja, ik vraag het, jongens. Want, nee. Ik heb veel goede dingen gezien, maar ik heb ook wel wat slechte dingen gezien. Ik vond het einde te snel gaan. Maar wel verrassend. Verrassend? Ja. Nou, was het snel? Ja, ik vond het gewoon te snel. Er zat veel tempo in. Ik had het gewoon het gevoel alsof het... Tempo was hoog. Maar ik vond het best wel lekker ook. Ja, ik weet niet. Ja, dat wel. Ik had nog wel wat meer willen zien of zo van de killer. Laat ik zo zeggen. Ja, maar de killer die... Maar dan denk ik dat het eindtrucje niet had gewerkt. Ja, oké. Okay, ja. Want het einde... Wel. Ja, hoe gaan we dat uitleggen zonder dat we wat weggeven? Ja, je wilt niet spoilen. één grote plot twist is het eigenlijk. Ja. Dus wanneer je denkt van het is opgelost, het is niet opgelost. Een soort van. Mm, ja. Is dat het? Maar er zat nog best wel een chase scene in, toch? Met het duiken onder water bijvoorbeeld. Mm. Dat was ook een schrik, hè? Dat hij in één keer opduikt in het bootje onder water. Oh, ja. Maar ook gewoon dat ze dan dachten van, ja, we hebben hem, maar dan hebben ze hem toch niet. Ja, en dan gaan ze verder en dan heeft hij een clue, gaat hij erachteraan. Mm-hmm. Dan komt hij, dan vindt hij dat clueetje, vindt hij dan weer ergens anders terug. Dan koppelt hij dat weer aan iemand, maar dat, ja, en zo door. Dus het heeft best wel wat geduurd na de eindconclusie. Okay. Die scène dat ze die sluis leeg laten pompen. Ja. Daar is gewoon een groot schilderdoek voor geweest, hè? Ze konden de sluis... Officieel mag je de sluis niet leegpompen. Ja, maar daar hebben ze een doek voor gebruikt. Dus dat indruk had ik al. Maar hebben jullie wel slechts gezien dan? Wat heb ik gezien? Ja, slecht, man. Kritiekpuntje, iets? Ik hoor alleen maar goede dingen. Ik heb wel wat. Nou, zeg maar. Ja, zo dan. Hoe moeilijk is het om iemand dood te schieten? Ja, maar dat zeg ik toch. Het is iemand in een nacht in een duikpak onder water. Ja, daar niet van. Maar hij is hem... Drie keer heeft hij hem echt gewoon face-to-face. Hij heeft hem drie keer beschoten van 3 meter afstand. Ja, maar... Luister, als we... Ik heb het gevoel dat hij hem zelfs vol in het gezicht heeft geraakt. Ja, maar kijk, als we op deze manier films gaan bekritiseren... dan kan ik ook beginnen over van... Weet je? Guardians of the Galaxy, we gaan naar de planeet, hoe kan dat? Ja. Maar dat is sci-fi, weet je? Die wereld was niet echt. Dat is al fantasie. Eén ster. Dit is gewoon een film waar alles realistisch mogelijk is. Nou, ja, dat weet ik niet. Maar letterlijk, duikglas is gewoon helemaal kapot. Maar ik... Aan scherven toe. Nee, maar er kan ook, net als je iPhone, er kan een plaklaagje overheen zitten. Dat die niet gelijk hoe noem je dat? Brokkelt? Afbrokkelt. Ja. Dat die gewoon nog onder het plaklaagje zit. Maar ik vond het best wel spannend op sommige stukken. Want ook met die twee duikers die aan het werk zijn in een middag. Oh, ja. En dan, volgens mij zag ik daar iemand. En dan, volgens mij is die weg. Ja. Zijn duikers? Ja, die samples afnamen van allemaal van dat soort dingen. Klopt. Nee, maar ik vond het over het algemeen vrij goed. Alleen ik heb één ding, maar dat is dan meer een eindconclusie. Maar zullen we daar een einde aan bij anders? Dan ga ik gelijk over naar mijn eindconclusie. Ja, dat kan. Ja, ja, film over het algemeen iets boven de Nederlandse levels van hedendaags films. Ja, was supergoed. Maar ik vond het meer een thriller dan een horror. Mm. Sommige momenten waren wel echt spannend. Ik wil denk ik... ook van... Ja, ik vond het genius, maar ik vond het tegelijkertijd ook best wel vreemd. Dus ik twijfelde over mijn cijfer. Mm. De duiker serial killer is. Ja, maar Dick Maas, Dick Maas maakt het nooit simpel. Nee, maar ik bedoel van wat de fuck zie je in de nacht, weet je wel? Met een duiker. Ja. Met een duiker. Ja, en dan helemaal onder water. En dan ook nog vies in de grachten, weet je wel? Ja. Dus dat. Ja, ik weet niet, drie sterren wil ik geven. Ik twijfel echt hoor. 3 sterren? Ja, nee, ik... veel actie, zoals ik al zei. Echt spanning. Ja. Ik ga voor 3,5. 3,5, okay. Ik, de droge humor die erin zit. Ja. Ja, dat is jouw ding. Dat is jouw ding. Dat vond ik gewoon echt leuk, weet je wel. Ook met die twee gasten op de boot. Ja, ze waren monsters aan nemen. Naar monster heeft hun genomen, zegt hij op. Ja, dat is wel gelukkig. Hé, beschuit lul. Dat is geld worden, ja.
Ja, de wat actie. Wat zijn er nog meer? Wat moet dan met hem? Wie gaat hem betalen met die taart of zo? Een bescheid lul. Bescheid lul. Gaat een neuken. Dat hoor je ook vaak. Nee, ja, ik geef het 3,5. 3,5. Ja, ik ben eerst bij Mirza. Nee, maar dan zijn we het er toch over uit. Ja, Amsterdam, een film van Huub Stapel. Huub Stapel, Dick Maas, godverdomme. Johnny Vlodder. krijgt van ons 3,5 sterren. We zijn weer aan het einde gekomen van een aflevering. Vandaag hebben we het gehad over Amsterdam en die heeft van ons 3,5 sterren gekregen. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via YouTube, Spotify of Apple Podcast. Nu je daar bent, plaats een comment. Laat een like achter. Laat een review achter. Deel de podcast met je vrienden. Zet de belletje aan op YouTube. En op deze manier mis je niks. Ook zijn we te vinden op Instagram, @thevideocorner, op TikTok, @thevideocorner en Facebook, thevideocorner. Volgende week om 8 uur zijn we weer terug met een reguliere aflevering. En volgens mij heb ik alles gezegd. Je hebt alles gezegd, man. Alles. Alles. Jongens, dankjewel voor je aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Dick Maas, Huub Stapel. We hopen in de toekomst nog meer van hun te zien. Ja. Shaki. Maar Vlodder. Ja, toch? En iedereen van de Vlodder crew. Whisky de hond. Whisky de hond. Toet Henky. Allemaal bedankt. Tatjana ook. Niet te vergeten. Niet te vergeten, inderdaad. Kees en Kees. Nee, maar zonder gekheid. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren / kijken. En tot de volgende keer. Yes. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.